afgelopen maanden kon iedereen zich aanmelden voor de RTL Transportwereld Dikste Truck Award. We zijn bedolven onder de foto's van echt hele dikke wagens. En een keuze maken was niet makkelijk. Na wijs juryberaad is er een top 3 gemaakt met op de derde plaats de schitterende DAF van Jan Zondag. Op plek nummer 2 de machtig mooie Scania van Joost Kleinjan. En op 1 ook een Scania, die van Robin Wijken. En dit is de winnende wagen. Ik ben vandaag mee met Robin. Morgen. Ja, morgen. We staan nu in Alkmaar. We zijn vanmorgen vertrokken uit Midden-Beemster. We gaan vandaag een dagje mee. De binnenkant kijken, de buitenkant kijken. Straks gaan we naar Rotterdam. Dan gaan we nog bakken opladen. Ja, zeker. En dan in de tussentijd gaan we alles laten zien van die wagen. Hoe die eruit ziet, hoe die klinkt, wat er allemaal aan gebeurd is en wat je zo mooi vindt. Ja. Zonder beker kun je geen award uitreiken. Dit is hem dan, de eerste prijs. De dikste truck award gaat naar P. Visser en de chauffeur daarvan is Robin. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Waar ga je hem neerzetten? Ja, op je dashboard zie je niks meer. Nee, in mijn kamer denk. Ja, prachtig. Nou. Kijk eens even uit de kust. Robin haalt nu de auto van Doc. Ze staan weer aan elkaar. Ik hoop dat hij goed vast zit. Wij gaan nu naar de Maasvlakte. En dan gaan we lekker warm in de auto zitten. Kacheltje aan. En dan laten we het van de binnenkant zien. Zitten we er, Robin? Ja, lekker. We hebben ook even een bakje gehaald. Nou, Robin heeft gewoon een emmer. Dit is bijna met een handvat eraan. Daar red je het wel mee tot aan Rotterdam. Hij staat pontificaal in beeld. En je ouders, die kijken echt naar de Transportwereld. Ja, klopt, ja. En die zijn super trots op jou, dus die hebben jou ook opgegeven. Maar dat wist jij niet? Nee, dat is voor mij een hele verrassing, zeg maar. Leuke verrassing, ja. En dan nog winnen. En eigenlijk, om er meteen over te beginnen, je bent 22. Ja, je werkt een jaar nu bij Visser. En je bent wel letterlijk met je neus in de boter gevallen. Ja, dat ben ik zeker. Ik reed hiervoor op een R25 topline. En toen de chauffeur die op deze auto ging, die ging toen weg. En toen werd gevraagd of ik op deze auto wou. En de binnenkant is dus voor de chauffeur zelf. Nou heb jij echt heel veel mazzel dat die collega dat even voor jou gedaan heeft. Die wagen helemaal dik aan de binnenkant. Maar de buitenkant, dat doet de werkgever. Ja. En wat hebben ze aan de buitenkant allemaal laten doen? Zijplaten dichtgebouwd, boelbuff erop, dakrek op het dak, lichtbak, staande uitlaat achter de cabine, achterbumpen, ja, wat niet eigenlijk. Alles is gespoten en daarna weer in de blanke lak gezet, dus je voelt niks. Ook met wat je normaal gesproken bijvoorbeeld als stickers doet. Dit is allemaal gespoten, daarna weer geschuurd en in de blanke lak. Je voelt dus helemaal niks, alsof er niks staat, alsof het gewoon één kleur is. Ja, dat is echt super dik. Kost ook een paar knaken, maar dan heb je wel wat. De achterkant is dus helemaal dicht met skirts, een rek voor de staanders. Staanders erop en dan de oldschool trappetjes en het rek bovenop. Nu we toch aan deze kant zitten. Dit is dus de zijpijp en de staanders, daar zit een klep op voor of onder, of origineel, of boven. En de wielen zijn in twee kleuren gespoten met chrome doppies. Vind ik altijd heel mooi eruit zien. Dus de blauwe kleur van de auto met wit hart en de naaf donkerblauw. En ondanks dat je hem niet zelf hebt opgebouwd, wat vind je nou het allermooist? Het dikste vind ik denk ik toch van achter verschuin het zijaanzicht zo, met die staande uitlaten, achterbumper erop, dat vind ik wel echt gaaf. Ja. Ja, eigenlijk het complete plaatje, dat maakt hem gewoon. En als jij bij klanten aankomt of je rijdt ergens, spreken mensen je wel eens aan? Ja, heb ik ook wel dat mensen naar me toe komen van wat een auto heb jij, wat is dat gaaf. Ik geef niks om vrachtwagens, maar als ik dit zie, weet je wel, is echt gaaf. Dan lopen ze er een rondje om. Hij ziet er gewoon zo oud uit, zo'n oude look, weet je wel, die oldschool look. Dus ja. Ja, terwijl het gewoon een nieuwe Scania is. Ja, het is gewoon een nieuwe, maar ja, dat is ook wel weer kicken, weet je wel. Dat ze het wel echt zien dat het oldschool is. En Robin, hij is zo oldschool dat er zelfs nog een versnellingspook in zit.
Klopt, ja. Je ziet het bijna nergens meer. Alleen de echte Baraganes, die hebben het nog. Die hebben nog een pook, ja. En dit is dus een R 650. Ja. Maar eigenlijk klopt de tunnel niet allemaal meer, hè? Nee, hij is gekieteld. Hij geeft nou ongeveer 147. Dus, 47. Nou, daar kom je er wel mee, denk ik, of niet? Vermogen zat, ja. Ja, maar met die 650 was wel even te kort, hè? Ja, als je heel eerlijk bent. Ja, nou. Ja. Kom je slecht de tunnel uit en zo. Ja, en, precies. Het is altijd een beetje behelpen dan. Ja. Ja, nee, dat snap ik. Dus het was nodig. Ja. Ja. Lekker hoor. Er zijn vast nog wel dingen die je zelf zou willen laten doen. Ik wil nog bij mijn raamband wil ik nog ledpuntjes bij elke boog doen voor extra rode verlichting en wat, ja, nog wat sfeervoller. Andere spatlappen ga ik er nog onder zetten voorop. Ik heb er nou zwart onder met een witte Texcania en ik wil er witte spatlap onder met een blauwe Texcania. Echt ook old school. Old school, ja. Ja. En dan voor de rest. Nog even keer bij de spuiter, even alles op laten knappen nog. Maar even goed kan een werkauto goed eruit zien. Ja, daarom. Wil je nog eens een prijs? Ja, wil je nog eens een prijs, ja. Dit was de uitreiking voor de Transportwereld Dikste Truck Award. Gefeliciteerd nogmaals Robin. Dankjewel. Terechte winnaar. Wil je nou ook meedoen? Hou RTL Transportwereld in de gaten. Dan kan je je weer inschrijven en wie weet... Kom ik volgend jaar bij jou met ook deze dikke beker.